382 meter hoog is de radio- en tv-toren van Lopik, die zowel de tv-programma's van Nederland 1 en 2 als de FM-programma's van de radio uitzendt. Op ongeveer 320 meter hoogte bevindt zich de rondstraalantenne van de beeldzender van Nederland 1, die momenteel aan zijn zesjaarlijkse schilderbeurt toe is. Dat gebeurt niet door beroepsschilders, maar door technici van Lopik Radio, zoals de zendmast officieel heet. Ze hebben deze plaats bereikt met een tweepersoonslift, die ook door onze cameraploeg gebruikt werd. Maar tijdens het schilderen moet er ook heel wat worden geklauterd. Het opgewekte gezang van een van de schilderende technici boet nogal aan kwaliteit in door de dicht bij de zendinstallatie optredende radiosteuringen. Na de hoogstaande onderhoudsbeurt kan Nederland 1 in ieder geval weer 6 jaar vooruit.